Voor u staat een trotse gedeputeerde, omdat wij een archeologisch informatiecentrum presenteren, waarbij we niet alleen maar invulling geven aan de wettelijke taak van het bewaren, maar waarbij we vooral ook aandacht besteden aan de tentoonstelling, vooral gericht op jonge kinderen en op bezoekers rondom deze omgeving. En dat maakt het heel uniek. Voor zover ik het weet, is dit het mooiste en het meest unieke centrum van archeologie in de komende jaren. Want wij hebben gelukkig in de afgelopen periode met oud geld nog, gereserveerd geld, dit kunnen realiseren. En ik ga er voorlopig niet vanuit dat het een andere provincie lukt. Dus provincie Noord-Holland is redelijk uniek. Ik ben zeker een hele trotse burgemeester en ik kijk zeer uit naar de opening van dit mooie gebouw en van het Huis van de Hilde volgend jaar januari. De archeologie leeft wel binnen de gemeenteraad, maar het is natuurlijk over het algemeen niet zo tastbaar. En als je dat natuurlijk nu laat zien in dit depot, dan krijgen mensen volgens mij veel meer beeld bij wat er allemaal mogelijk is. En ik merk wel dat als mensen het kunnen zien, en als mensen erover kunnen praten en het kunnen aanwijzen, dat het dan veel meer gaat leven en dat het dan echt een eigen gezicht krijgt. Er zat hier een trots architect die nu zojuist weer die heerlijke ervaring heeft om door zijn eigen gedachten heen te lopen. En daar weer verbaasd over zijn. We hebben met z'n allen in Europa afgesproken en ook vastgelegd in de afspraken in wetten, met het verdrag van Malta, dat iedereen gewoon heel spaarzaam en goed verzorgd de archeologische vondsten gaat bewaren. En dat is aangegeven aan de provincie. Dus elke provincie moet zo'n ding hebben. En dat staat ook nog in het Malta-verdrag en in de vertaling in de Nederlandse wet, dat ze het ook nog de goede dingen of de opvallende dingen ook aan het volk moeten laten zien. Ja, dat wordt hier ook gedaan. Dus dit is ook een kleine tentoonstelling erbij met de topstukken. Elke provincie hoort dit te hebben. Wij hebben hier een fantastische locatie mogen bouwen. Op een mooie locatie mogen bouwen. Je komt het station uit, je komt het centrum uit. In een rechte lijn loopt u door naar het strand. En ondertussen, de komende jaren, wordt er gebruik gemaakt van ons bouwwerk. En als je dan nagaat dat wij het met onze eigen mensen hebben mogen realiseren, werknemers allemaal in vast dienstverband, in dit soort tijden, dan gaat daar een gevoel van trots uit.